Het was echt hartverwarmend. Ik had van zoveel mensen zoveel leuke berichten. En dat jullie allemaal hebben meegeleefd, heeft waarschijnlijk geresulteerd erin dat ik door kon gaan en dat dit is gelukt. Dus ik ben ontzettend blij met dit ook en met jullie in die hele week dat jullie aan mij hebben gedacht. Dank! Gijs van Rijn heeft de afgelopen weekeinde het Leids Cabaret Festival gewonnen. Vandaag werd hij uitgebreid gehuldigd op het Parsifal College waar hij lesgeeft. Behalve de felicitaties van zijn leerlingen kreeg hij ook de gelukwensen van burgemeester Reewinkel. Het feit dat deze jaargang van het festival slechte recensies ontving, mocht de pret niet drukken. Ik moet eerlijk zeggen, het is zo druk geweest hierna dat ik eigenlijk alleen nog maar koppen heb gelezen. En die kop in de Volkskrant die was genoeg om dat artikel niet te gaan lezen. En ik denk, ja, weet je, ja, dat is blijkbaar ook zo. Maar ja, zo is het. Van Rijn hoopt dat deze overwinning een doorbraak voor zijn carrière betekent. Zijn tournee door het hele land loopt nog tot en met juni. Eerst niet van tournee van 45 voorstellingen. Die door het land is. Helaas tot Zwolle, maar wel door het hele land. En daarna hoop ik avondvullend te kunnen. En dus dat dit een dikke boost is om verder te gaan. Ja.